openen hier bij deze openbare zitting van het Constitutioneel Hof. De vijfde openbare zitting van 23 augustus 2023. Vandaag gaan we het heel eventjes een klein beetje anders doen. Ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder de verzoekers, meester Kastelen en meester Dubois. Het Hof betreurt het nog steeds dat wij onze zitting van de vorige week, onze uitspraak van 14 augustus jongstleden, hebben moeten ter 11 uur moeten afzeggen. We zijn ons bewust van datgene wat het allemaal heeft veroorzaakt, ongerief en alles. En ook voor de u, de brief die hebben wij ontvangen, dat het is vanwege de ontstaande rechtsonzekerheid die toen bij u is ontstaan. Maar dat heeft allemaal te maken gehad met de overmachtssituatie waarmee het Constitutioneel Hof op 14 augustus werd geconfronteerd. Ik hoop dat het Hof met de openbare zitting van hedenochtend, eigenlijk zijn we al in het reces, maar we hopen daarmee dan de rechtsonzekerheid die bij u is ontstaan, dat we dat hebben weggenomen. Voor de rest wil ik voor de duidelijkheid uitleggen dat het Constitutioneel Hof alleen de rechtsvragen gaat beantwoorden die door verzoekers zijn gesteld, met name de toetsing van artikelen die betrekking hebben op het wetboek van strafvordering, aan de grondwet en de verdragen. Er zijn geen andere juridische vragen buiten het wetboek van strafvordering aan het Constitutioneel Hof gesteld. Voor de duidelijkheid wil ik het ook nog eens benadrukken dat de toetsing van het Constitutioneel Hof betreft een abstracte normtoetsing van wetten of delen daarvan en er dus geen sprake is van een concrete toetsing. Dat wil zeggen dat het bij deze toetsingsvorm van het Constitutioneel Hof, die abstracte vorm, het niet gaat om concrete belangen van personen, maar om de abstracte vraag naar de strijdigheid van een wet of gedeelte daarvan met de grondwet en de verdragen. Het staat allemaal geschreven in de wet Constitutioneel Hof. En wat ik verder ook nog onder de aandacht wilde brengen, is dat het Hof leidelijk is. Dat wil zeggen dat pas als er een verzoek wordt ingediend door een verzoekgerechtigde, dit door het Hof in behandeling wordt genomen. Voor het overige, degenen die belangstelling hebben voor de besluiten van het Constitutioneel Hof, die worden gevraagd om dit via de mail of persoonlijk te doen, kenbaar te maken, bij het secretariaat van het Constitutioneel Hof, voor een digitale versie, daar de website van het Constitutioneel Hof nog steeds niet functioneert. Dus ik vraag u allemaal begrip daarvoor. En indien u dus wenst dat u een digitale versie wil hebben, dan kunt u dat allemaal digitaal aanvragen of persoonlijk. Dan gaan we dan over naar datgene waar we allemaal voor gekomen zijn, namelijk de uitspraak van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname. Het heeft betrekking op de rechtsgebieden strafrecht, strafvordering, mensenrechten en internationaal recht. En het gaat om de toetsing, ex artikel 144 grondwet, junto artikel 12 lid 1 van de wet Constitutioneel Hof, van de wet van 23 november 1977, houdende vaststelling van een nieuw wetboek van strafvordering, gelijk zij luidt naar de daarin aangebrachte wijzigingen. Is het scherm aan? Is het goed te volgen? Oké, prima. Wijzigingen bij SB 1980 nummer 116 en dan komen daarbij een heleboel wijzigingen waar het wetboek bij veranderd is. Wij gaan door met lezen, althans gedeelte daarvan. Daarvan te weten, de artikelen 261, junto 263, leden 1 en 3, 364, 366 en 369 strafvordering, op de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces aan de grondwet, het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten, het IVBPR, en het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens, het AVRM.
Ja. Dan gaan we naar het formeel deel van het besluit. Daar geven we altijd aan wat onze rechtsmacht is. De rechtsmacht van het Constitutioneel Hof, dat is de toetsingsbevoegdheid van het Constitutioneel Hof, wordt geactiveerd door het verzoek van een toetsingsgerechtigde. Hierbij is van het beginsel van leidelijkheid van het Hof uitgegaan. Gegeven het uitgangspunt ligt het niet aan het Hof om buiten de door de verzoekgerechtigde geformuleerde gronden ambtshalve te oordelen over de vraag of ook bepalingen die betrekking hebben op andere delen in de wet zowel constitutioneel als wel verdragsconform zijn. Het Constitutioneel Hof heeft echter in gevolge artikel 19 lid 2 van de wet Constitutioneel Hof ambtshalve wel de bevoegdheid de gronden waarop het verzoek tot toetsing is gebaseerd aan te vullen. Deze aanvulling moet zijn ingegeven door de noodzaak van de in verband van de toetsing vereiste volledigheid van de gronden. Het Constitutioneel Hof is van oordeel dat zij bevoegd is om de gestelde rechtsvraag betreffende toetsing van de wet van 23 november 1977, houdende vaststelling van een nieuw wetboek van strafvordering, en heb je daar dan natuurlijk weer de verwijzingen en dat soort zaken, althans gedeelte daarvan, daarvan te weten de artikelen 261 junct tot 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 strafvordering, op de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces aan de grondwet en verdragen te beantwoorden. Indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat er sprake is van strijdigheid met de wet of delen ervan met de grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomst met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties, CQ-verdragen, dan is het directe rechtsgevolg dat uit artikel 144 lid 3 grondwet voortvloeit dat de wet of gedeelten daarvan conform artikel 28 lid 1 van de wet Constitutioneel Hof onverbindend zijn met ingang van de dag van de beslissing van het Hof. Dit betekent dat de wet of delen daarvan niet meer van toepassing zijn en dus niet meer kunnen worden toegepast en dus geen rechtskracht meer hebben. Voor het intreden van het rechtsgevolg is er geen nadere rechtshandeling vereist. Aangezien betreffende wet of gedeelte van de wet door de beslissing van het Hof conform artikel 144 lid 3 grondwet onverbindend worden, is het verder des wetgeving om deze in te trekken, te verbeteren of aan te vullen. Het normadressaat van de wet Constitutioneel Hof is dat het zich richt tot de ieder. Indien het Constitutioneel Hof conform artikel 28 lid 2, CQ artikel 12 lid 3 van de wet Constitutioneel Hof op verzoek van de Nationale Assemblée oordeelt dat in een wetsontwerp strijdigheid met één of meer bepalingen van de grondwet of een volkenrechtelijke overeenkomst bestaat, dan geeft het Hof een advies hieromtrent en wordt dit advies betreffende de toetsing van het desbetreffende wetsontwerp naar de Nationale Assemblée teruggezonden. Verloop van de procedure. Indiening van het verzoekschrift bij het Constitutioneel Hof op 8 augustus 2022. Zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 144 lid 2 grondwet in verband met artikel 12 lid 4 sub d wet Constitutioneel Hof. Door meester Merwin Dubois en meester Milton Kastelen, beide advocaten toegelaten tot de balie van het Hof van Justitie en ten deze domicilie kiezende aan de Prins Hendrikstraat nummer 4 te Paramaribo bij het advocatenkantoor van meester M. Dubois. Het ingediende verzoekschrift voldoet aan de vereisten van artikel 15 Wet Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof acht verzoekers daarom ontvankelijk in hun verzoek en acht zich ook bevoegd om het verzoek in behandeling te nemen. Het Constitutioneel Hof heeft voor de beantwoording van de voorgelegde rechtsvragen conform artikel 3, lid 5 van de Wet Constitutioneel Hof twee deskundigen gehoord. Tevens heeft het Constitutioneel Hof ook gebruik gemaakt van het advies van de externe deskundige, te weten professor meester Theodor Roos, emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht. Vervolgens heeft het Constitutioneel Hof kennis genomen van beschikbare relevante rechtswetenschappelijke literatuur en jurisprudentie.
Het Constitutioneel Hof heeft ook gebruik gemaakt van de rechtspraak van het EHRM, Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de Straatsburg, in relatie tot het in dit verband relevante artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Fair Trial, dienende als kernbron voor de beantwoording van het door eisers ingediend verzoek. Het betreffende advies, de geraadpleegde literatuur en jurisprudentie kunnen worden gelezen op het secretariaat van het Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof heeft tenslotte, omtrent al het voorgaande beraadslaagd, doch heeft wederom, vanwege de complexiteit van de materie en de zwaarwichtigheid van de rechtsvraag betreffende toetsing van de wet van 23 november 1977, krijg je dus weer allemaal de verwijzingen, althans gedeelten daarvan, te weten de artikelen 261, junto 263, leden 1 en 3, 364, 366 en 369 strafvordering, op de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces aan de grondwet en verdragen, niet binnen de termijn van 3 maanden gesteld in artikel 23 lid 1 van de wet Constitutioneel Hof een beslissing hieromtrent kunnen nemen. Aangezien hier sprake is van een bijzonder geval, conform artikel 23 lid 2 van de wet Constitutioneel Hof, is van de termijn van artikel 23 lid 1 afgeweken en besluit het Constitutioneel Hof op heden 23 augustus 2023. We zijn nog steeds bij het formeel deel, dat is het verzoek. Bij een verzoekschrift de dato 11 juli 2022 hebben meester Mermin Dubois en meester Milton Kastelen, beide in de hoedanigheid van advocaten bij het Hof van Justitie, op grond van artikel 12 lid 4 sub d van de wet Constitutioneel Hof, het verzoek ingediend bij het Constitutioneel Hof om de wet van 23 november 1977, krijgen we weer de verwijzingen, althans gedeelte daarvan te weten de artikelen 261, junto 263, leden 1 en 3, 364, 366 en 369 strafvordering te toetsen, op de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces aan de artikelen 8, 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet, de artikelen 14 leden 1, 3 sub d, 5 en 26 IVBPR en de artikelen 1, 8 leden 1 en 2 sub d, sub h en 24 van het AVRM. Het is het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens. Verzoekers zijn van oordeel dat de artikelen 261, junto 263, leden 1 en 3, 364, 366 en 369 van het Wetboek van Strafvordering onverenigbaar zijn met CQ, dat er strijdigheid bestaat met vernoemde bepalingen van de Grondwet, het IVBPR en het AVRM. Dat in het bijzonder het recht op non-discriminatie, zoals dat haar bescherming heeft in artikel 8 van de Grondwet, artikel 26 van het IVBPR en de artikelen 1 en 24 van het AVRM, wordt geschonden door vernoemde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Nu in het strafproces verdachten die in persoon verschijnen en verdachten die bij afwezigheid door een raadsman worden vertegenwoordigd, geen gelijke behandeling krijgen. Verzoekers stellen eveneens dat genoemde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering strijdig zijn met de rechten op een eerlijk strafrechtelijk proces, zoals die haar bescherming hebben in artikel 14, leden 1, 3, sub d en 5 van het IVBPR, artikel 8, lid 1 en lid 2, sub d en sub h van het AVRM, en de artikelen 10, 11 en 12, lid 1 van de Grondwet. De schendingen met betrekking tot het recht op een eerlijk strafproces hebben onder andere volgens verzoekers te maken met 1. De inbreuk op de gelijkheid voor de hoven en rechtbanken, zoals gewaarborgd door artikel 14, lid 1 van het IVBPR, welke is uiteengezet door het United Nations Human Rights Committee. Een dergelijk proces waarbij de verdachte, indien niet aanwezig op de terechtzitting, zich laat vertegenwoordigen door een raadsman, zou moeten gelden als een proces op tegenspraak, welke zou moeten eindigen met een vonnis op tegenspraak. Het genoemde proces blijft echter een proces bij verstek,
waarbij er sprake is van een verstekvonnis. Dit zou in strijd zijn met de artikelen 10 en 12 lid 1 van de grondwet, artikel 14 lid 3 sub d van het IVBPR en artikel 8 lid 1 en lid 2 sub d van het AVRM. 3. Het ontnemen van het recht om tegen een veroordelend strafvonnis in hoger beroep te gaan, welk in strijd wordt geacht met de artikelen 10 en 11 van de grondwet, artikel 14 lid 5 van het IVBPR en artikel 8 lid 1 en lid 2 sub h van het AVRM. Op grond van het bovenvermeld verzoek zal het Constitutioneel Hof de volgende rechtsvragen beantwoorden. A. In hoeverre zijn de artikelen 261 junto 263 leden 1 en 3, 364 en 366 en 369 van het Wetboek van Strafvordering verenigbaar met de artikelen 8, 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet? B. In hoeverre zijn de artikelen 261 junto 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 van het Wetboek van Strafvordering verenigbaar met de artikelen 14 leden 1, 3 sub d lid 5 en artikel 26 van het internationaal verdrag in zaken burger en politieke rechten, dat is het IVBPR. En C. In hoeverre zijn de artikelen 261 junto 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 van het Wetboek van Strafvordering verenigbaar met de artikelen 1, 8 leden 1 en 2 sub d, sub h en 24 van het Amerikaans Verdrag in Zaken de Rechten van de Mens, het AVRM. De bevoegdheid van het Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof acht zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 144 lid 2 van de Grondwet, junto artikel 12 leden 1 en 4 van de Wet Constitutioneel Hof, bevoegd om tot toetsing over te gaan van het bepaalde in de artikelen 261, junto 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 van het Wetboek van Strafvordering, zoals door verzoekers is gevraagd. Ten aanzien van de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof bepaalt artikel 144 lid 2 Grondwet, junto artikel 12 lid 1 van de Wet Constitutioneel Hof, namelijk dat het Constitutioneel Hof de inhoud van een wet of een gedeelte daarvan toetst aan de Grondwet en aan de van toepassing zijnde ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties. Het Wetboek van Strafvordering, waarvan genoemde bepalingen onderdeel van zijn, is een wet in formele zin en is eveneens vanaf 23 november 1977 in werking getreden. Hiermee wordt voldaan aan de kwalificatie van de wetten als bedoeld in artikel 144 lid 2 van de Grondwet en is daarmee eveneens de bevoegdheid tot toetsing door het Constitutioneel Hof komen vast te staan. Ontvankelijkheid van het verzoek. Het ingediende verzoekschrift voldoet aan de vereisten van artikel 15 Wet Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof acht verzoekers daarom ontvankelijk in hun verzoek. Verzoekers waren immers op de dag van indiening van het verzoek advocaten bij het Hof van Justitie en behoorden daardoor in gevolge artikel 12 lid 4 sub d Wet Constitutioneel Hof tot de daarin genoemde verzoekgerechtigden. 2. Daar in het verzoekschrift eveneens de bepalingen van de grondwet en volkenrechtelijke overeenkomsten zijn vermeld, waaraan vernoemde artikelen van het Wetboek van Strafvordering onder meer getoetst dient te worden, en verder aan de overige in gevolge artikel 15 Wet Constitutioneel Hof gestelde vereisten is voldaan, kan het verzoek derhalve worden ontvangen. Dan komen we bij de verhouding tussen grondwet en verdragen. Nu zowel toetsing zal plaatsvinden aan de grondwet als aan internationale verdragen, is artikel 26 van het Verdrag van Wenen toepasselijk. Het zogenaamde verdragenverdrag, waarbij Suriname ook partij is. Het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens en het internationaal verdrag in zaken de burger- en politieke rechten zijn voor Suriname van toepassing zijnde verdragen en hebben rechtstreekse werking. Het voorgaande benadrukt
even in verband met de voor de onderhavige toetsing, het belang van de aan de orde zijnde mensenrechtenverdragen. In het algemeen dienen een ieder verbindende en rechtstreeks werkende verdragsbepalingen te prevaleren boven de nationale wetgeving en dient de nationale wetgeving te worden aangepast. Toetsing door het Constitutioneel Hof. De regeling van de verstekprocedure in het Wetboek van Strafvordering. Onder kopje 1 vinden we de grondslag van de verstekregeling. Die is terug te vinden in het Wetboek van Strafvordering. De verstekregeling in een strafprocedure die vindt haar grondslag in de artikelen 261 tot en met 264. Dat is het derde boek, titel 3, de behandeling ter terechtzitting. Alsmede in de artikelen 364 tot en met 367. Dat is het vierde boek, titel 1. Dat gaat over verzet. En 369, dat is het vierde boek. Titel 2, dat gaat over hoger beroep van vonnissen van het Wetboek van Strafvordering. Luidende als volgt. De verstekverlening, artikel 261. Tegen de verdachte die in gebreke is op de aan hem gedane dagvaarding op de terechtzitting te verschijnen, of zich overeenkomstig het volgende artikel te laten vertegenwoordigen, wordt verstek verleend, tenzij het Hof bij de aanvang van het onderzoek het bevel geeft, bedoeld in artikel 263 eerste lid. Het onderzoek wordt daarna voortgezet, onverminderd de bepaling van artikel 259. Met het Hof wordt natuurlijk bedoeld in dit artikel het Hof van Justitie. Bevel om in persoon te verschijnen. Artikel 263 leden 1 en 3. 1. Indien de verdachte niet op de terechtzitting tegenwoordig is, kan het Hof zowel bij de aanvang als gedurende de loop van het onderzoek bevelen dat hij op een door het Hof te bepalen tijdstip ter terechtzitting aanwezig zal zijn. Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip niet op de terechtzitting is verschenen, verleent het Hof verstek. Indien dit nog niet heeft plaatsgehad, het onderzoek wordt daarna voortgezet. Eveneens wordt hier met Hof bedoeld het Hof van Justitie. En de leden 1 en 3 die zijn dus aangehaald omdat dat de leden zijn waar dus het verzoek zich op was gericht. Mogelijkheid van verzet. Artikel 364. Tegen een bij verstek gewezen vonnis als uitspraak gegeven, kan degene die daarbij niet van de gehele telastenlegging is vrijgesproken, nog daaraan geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, verzet doen. A. Indien de dagvaarding om ter terechtzitting te verschijnen hen in persoon is betekend, gedurende 14 dagen na de uitspraak. B. In andere gevallen, uiterlijk 14 dagen nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat het vonnis hem bekend is. Niet verschijning van de verdachte. Vervallen verklaring van het verzet CQ schorsing. Artikel 366 Wetboek van Strafvordering. Lid 1. Indien degene die in verzet is gekomen niet ten dienende dagen in rechten verschijnt, wordt het verzet vervallen verklaard en het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer gelegd of verder uitgevoerd. De rechter kan evenwel bij niet-verschijning van de verdachte met of zonder tijdsbepaling de schorsing van het onderzoek gelasten ten einde de verdachte alsnog gelegenheid te geven om te verschijnen. Het bepaalde in artikel 259, vierde en vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering, is van toepassing. Verschijnt de verdachte niet op de nadere terechtzitting, dan is, tenzij de schorsing wordt verlengd, het eerste lid van toepassing. Dat wil zeggen dat het verzet vervallen wordt verklaard en het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer wordt gelegd of verder wordt uitgevoerd. Precies conform met lid 1 van 366. Hoger beroep van verstekvonnissen, artikel 369. Van vonnissen bij verstek gewezen kan alleen het Openbaar Ministerie in hoger beroep komen. Dit beroep vervalt van rechtswege als de verdachte verzet doet binnen de bij artikel 364 voorgeschreven termijn van 14 dagen. Nog voor de aanvang van de terechtzitting in hoger beroep. Indien in dit geval het verzet vervallen wordt verklaard, kan het Openbaar Ministerie opnieuw van het bij verstek gewezen vonnis in hoger beroep komen.
Dan gaan we naar de verzetprocedure in het wetboek van strafvordering. Wij gaan daar dus een algemene beschouwing op geven. De verstekregeling in het wetboek van strafvordering voorziet in de mogelijkheid van een strafproces zonder de afwezigheid van de verdachte. Als de verdachte ervoor kiest om voor welke reden dan ook niet ter terechtzitting te verschijnen, kan de berechting in zijn afwezigheid plaatsvinden. Het strafproces wordt hierdoor dan ook niet onnodig opgehouden. Het aanwezigheidsrecht is echter niet absoluut, omdat de verdachte daarmee het proces zou kunnen stilleggen door opzettelijk weg te blijven of door onvindbaar te zijn. Het strafproces kent een afwezigheidsrecht en allang niet meer een afwezigheidsplicht voor de verdachte. Bovendien moet het recht worden afgewogen tegen belangen die de maatschappij heeft bij het afdoen van strafzaken en het berechten van criminelen. Voor een verstekvonnis is bepalend dat het onderzoek ter terechtzitting buiten de afwezigheid van de verdachte geschiet. Bovendien brengt verstekverlening met zich mee dat de verdachte in principe van verdediging verstoken is. Het Surinaams wetboek van strafvordering geeft geen antwoord op de vraag of de aanwezige raadsman in een verstekbehandeling ter verdediging mag optreden. De wetgever is ervan uitgegaan, zonder dat met zoveel woorden in de wet vast te leggen, dat slechts bij een verschenen verdachte de raadsman ter terechtzitting mag worden toegelaten. In deze uitleg van het systeem in het wetboek van strafvordering kan niet worden afgeleid dat verdediging door de raadsman in een verstekprocedure niet mogelijk is. In artikel 261 van het wetboek van strafvordering wordt deze vraag niet beantwoord. Het Constitutioneel Hof betrekt bij de analyse van artikel 261 wetboek van strafvordering tevens de wetssystematiek van de betreffende bepaling. Het Constitutioneel Hof benadrukt dan ook dat uit de genoemde bepaling van de verstekregeling in het wetboek van strafvordering geen wettelijke grondslag kan worden afgeleid die toelating van de vertegenwoordiging van de niet ter terechtzitting verschenen verdachte verbiedt en deze evenmin toelaat. Uit de literatuur blijkt dat bij de interpretatie van wetsartikelen om beroep gedaan kan worden op de redelijkheid en billijkheid om leemten in de wet op te vullen. Een redelijke wetstoepassing is dan het leidend criterium in samenhang met het algemeen systeem van de wet en de beginselen die daaruit zijn af te leiden. De uitleg van zo'n wetsartikel, in dit geval de verstekprocedure, zou dan in principe in het voordeel van de verdachte kunnen worden uitgelegd. Dit is een regel van goede procesorde. Bij de rechter in hoogste rechtsinstantie wordt thans aan het voorgaande een zodanige invulling gegeven waarbij de verdediging, het pleiten en voeren van verweren door de raadsman van de niet ter terechtzitting verschenen verdachte wel wordt toegelaten. Het voorgaande laat wel onverlet dat het gevoerde proces een verstekproces blijft. Echter ontbreekt naar het Surinaams recht de wettelijke mogelijkheid om als verdachte bij afwezigheid tijdens het onderzoek ter terechtzitting verweer te kunnen voeren door middel van vertegenwoordiging door een raadsman. Een procedureel gevolg daarvan is dat de zaak niet op tegenspraak wordt behandeld. Het na een dergelijke behandeling gewezen vonnis is een verstekvonnis en niet een vonnis op tegenspraak. Verzet en hoger beroep bij een verstekvonnis. Artikel 364 Wetboek van Strafvordering voorziet in een mogelijkheid tot verzet voor degene die bij verstek is veroordeeld binnen de daarbij gegeven termijnen en gegeven omstandigheden. De behandeling van het verzet geschiedt door hetzelfde gerecht die het verstekvonnis heeft gewezen conform artikel 365 Wetboek van Strafvordering. Bij niet-verschijning ter terechtzitting van degene die in verzet is gekomen, wordt het ingestelde verzet vervallen verklaard en het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer gelegd of verder ten uitvoer gelegd. Verwijzen we naar artikel 366 van het wetboek van strafvordering. Het instellen van een beroep bij een hogere rechtsinstantie, dus het hogere beroep, is in dit geval dan niet mogelijk. Uit het fundamenteel karakter van het constitutionele recht op toegang tot de rechter vloeit echter voort
dat voor een bij verstek veroordeelde verdachte altijd hoger beroep open moet staan. Toetsing van de artikelen 261 jung tot 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 wetboek van strafvordering, aan artikel 8 van de grondwet, artikel 26 van het IVBPR en artikel 1 jung tot 24 van het AVRM betreffende het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Aan de artikelen 8 grondwet, 24 AVRM en 26 IVBPR ligt ten grondslag het beginsel van gelijkheid en het daaruit voortvloeiende verbod op discriminatie, luidende als volgt. Artikel 8 van de grondwet. Lid 1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen. 2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. Het aan artikel 8 grondwet ten grondslag liggende beginsel van gelijkheid houdt in de gelijke behandeling voor ieder. De aan de overheid opgelegde plicht in artikel 8 grondwet tot gelijke behandeling betekent voor de burger een recht om ongelijk te zijn aan anderen en toch gelijk behandeld te worden. Deze bepaling eist, zoals gezegd, niet een gelijk maken, maar een gelijk behandelen. Onder gelijkheidsbeginsel als grondrecht wordt verstaan, gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger wettelijke, gelijke rechten en een gelijke behandelingen in gelijke gevallen toekent. Mede in het kader van het rechtsstatelijke bewustzijn zal dan ook in het bijzonder de wet in de regeling van de positie van de burgers en in de relatie tussen de burgers en de overheid ook steeds van dat uitgangspunt moeten uitgaan. Hierbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op een voor iedereen gelijke uitvoering van wetten, maar ook op de inhoud van die wetten zelf. Tegelijkertijd wordt eveneens benadrukt dat het beginsel in artikel 8 lid 1 van de grondwet slechts doelt op de gelijke gevallen dat gelijk moeten worden behandeld en dat hieruit voortvloeit dat ongelijke gevallen naar hun mate van ongelijkheid dan ook ongelijk moeten worden behandeld. Het voorgaande brengt met zich mee dat aan een ongelijke behandeling dan gerechtvaardige keuzes en motiveringen ten grondslag moeten liggen. De criteria op basis waarvan toch onderscheid wordt gemaakt, moeten relevant en noodzakelijk zijn om een legitiem doel te verwezenlijken. De aanwezigheid en relevantie van de criteria op basis waarvan het onderscheid wordt gerechtvaardigd, is dan ook doorslaggevend en van cruciaal belang om niet op het terrein van de discriminatie te belanden. Verontschuldigingen voor mijn stem. Zoals die haar bescherming vindt in artikel 8 lid 2 van de grondwet. Het voorgaande betreft namelijk onderscheid op grond van bepaalde criteria die fundamenteel zijn aan de persoonlijkheid. Bovendien moet het bij discriminatie gaan om onderscheid op basis van eigenschappen of kenmerken van personen die in redelijkheid niet relevant zijn voor het bepalen van aanspraken en verplichtingen op een bepaald gebied van het maatschappelijk leven. De omschrijving maakt ook duidelijk dat het moet gaan om criteria die niet zakelijk relevant zijn en die resulteren in een nadelige behandeling. Artikel 26 van het IVBPR. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard dan ook en garandeert ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Aan artikel 26 van het IVBPR ligt eveneens ten grondslag het gelijkheidsbeginsel, welke in tegenstelling tot artikel 2 van het IVBPR kan worden ingeroepen onafhankelijk van de andere bepalingen van het verdrag.
Hierin ligt impliciet ook besloten de opdracht aan de wetgever om discriminatie te verbieden en tegelijkertijd de gelijke behandeling als norm te hanteren. Verzoekers beroepen zich met betrekking tot artikel 26 van het IVBPR op General Comment nummer 18, waarin de VN Mensenrechtencomité benadrukt dat gelijkheid voor de wet en gelijkheid door de wet zonder enige discriminatie een algemeen basisbeginsel vormt met betrekking tot de bescherming van mensenrechten. Uit het voorgaande volgt dan ook dat bij de waarborging van in het verdrag beschermde rechten zulks niet op discriminatoire wijze geschiet, ook niet wanneer het betreft de in het verdrag beschermde rechten ter waarborging van een eerlijk strafproces, zoals gewaarborgd in artikel 14 van het IVBPR. Artikel 24 van het AVRM. Het zijn allemaal artikelen die te maken hebben met gelijkheidsbeginsel. Allen zijn gelijk voor de wet. Dien ten gevolge hebben allen zonder onderscheid recht op gelijke bescherming door de wet. Artikel 24 AVRM beschermt, evenals artikel 26 van het IVPPR en artikel 8 van de Grondwet, het recht op gelijke bescherming. Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, het IACAR, heeft ten aanzien van de artikelen 1 en 2 van het AVRM dan ook benadrukt de verplichtingen welke op de AVRM-lidstaten rusten om de in het AVRM erkende rechten en vrijheden te eerbiedigen en de vrije en volledige uitoefening ervan te verzekeren voor alle personen die onder hun rechtsmacht vallen, waaronder aldus ook de rechten voortvloeien uit artikel 24 van het AVRM, namelijk het recht op gelijke bescherming. Het Constitutioneel Hof overweegt met betrekking tot het recht op gelijkheid en non-discriminatie het volgende. Dat a. op het in de artikelen 8 Grondwet, 26 IVBPR en 24 AVRM ten grondslag liggende beginsel van gelijkheid volgt, het recht van een ieder op gelijke behandeling. Welk recht inhoudt niet alleen gelijkheid voor de wet in de toepassing ervan, maar dat de wet in haar inhoud ook die waarborging moet garanderen. B. Hetgeen door verzoekers is gesteld ten aanzien van de strafvorderlijke verstekprocedure, dan ook zal betreffen de positie van de verdachte die niet ter terechtzitting aanwezig is, ten opzichte van de verdachte die in het strafproces wel aanwezig is en de strafvorderlijke waarborgen waarmee zij in het wetboek van strafvordering worden omgeven. C. De verstekregeling in het wetboek van strafvordering in het algemeen aan de verdachte die niet ter terechtzitting aanwezig is, een andere positie laat zien ten opzichte van de verdachte in het strafproces die gebruik maakt van zijn aanwezigheidsrecht en ter terechtzitting aanwezig is om in zijn eigen verdediging te voorzien, al dan niet bijgestaan door een raadsman. Aan de verdachte die niet ter terechtzitting aanwezig is, wordt verstek verleend en het strafproces wordt overeenkomstig de verstekprocedure van het vermeld wetboek van strafvordering gevoerd, welke procedure naar de letterlijke tekst van de wet ter zake aan de niet ter terechtzitting aanwezige verdachte geen voorziening geeft tot het doen van zijn verdediging ter terechtzitting door de raadsman. D. Die positionering van de niet ter terechtzitting verschenen verdachte in een verstekprocedure ten opzichte van de aanwezige verdachte in het strafproces is dan ook gelegen in het systeem van het strafproces bij verstek, die zich naar huidige regeling kenmerkt als een niet op tegenspraak gebaseerd strafproces in ons wetboek van strafvordering. Een andere positionering van deze verdachte in dat strafproces kan ook niet in het wetboek van strafvordering worden gevonden. Het is thans geheel afhankelijk van de uitleg en aan de invulling welke aan de verstekprocedure in de rechtspraktijk wordt gegeven. Het Constitutioneel Hof constateert evenwel dat er een ontwikkeling in de Surinaamse rechtspraak is waar te nemen, dat de raadsman van de niet ter terechtzitting aanwezige verdachte wel wordt toegelaten in de verdediging van deze verdachte, als ook tot het voeren van de daarbij verhorende verweren. F. Het Constitutioneel Hof is dan ook van mening
dat artikel 261 van het wetboek van strafvordering. En dan ga ik even moeten spieken, want dat ken ik absoluut niet uit mijn hoofd. Dat artikel 261 wetboek van strafvordering, dat deel, het begint met tegen. Tegen de verdachte die in gebreke is op de aan hem gedane dagvaarding op de terrestering te verschijnen, of zij overeenkomstig het volgende artikel te laten vertegenwoordigen, wordt verstek verleend. Aanhalings- en sluittekens van het wetboek van strafvordering. Hoeft geen belemmering te vormen voor een niet ter terrestering verschenen verdachte om in zijn verdediging te worden voorzien door een raadsman. In tegenstelling tot de uitleg van artikel 261, wat ik dus net heb opgelezen, tegen en dan eindigen met verleend, wetboek van strafvordering, is volgens het constitutioneel hof het gewaarborgde recht van de verdachte op toegang tot de rechter niet gegarandeerd in artikel 263 lid 1 en lid 3 van het wetboek van strafvordering, omdat bij niet verschijnen ter terechtzitting in persoon de rechter kan bevelen dat de verdachte op de terechtzitting aanwezig dient te zijn. Vermeld artikel 263 moet dan ook in samenhang met de artikelen 366, junct tot 369 van het wetboek van strafvordering worden gelezen. Indien de verdachte niet op de terechtzitting is verschenen, verleent het hof verstek, natuurlijk het Hof van Justitie. Indien dit nog niet heeft plaatsgehad en het onderzoek daarna wordt voortgezet. Dat heeft dus te maken met artikel 263 lid 3 van het wetboek van strafvordering. Dus lid 3. Onder H. Artikel 364 van het wetboek van strafvordering is een voorziening voor de verdachte. En daarin is er geen strijdigheid aan te merken. Het doel van verzet is om ervoor te zorgen dat de verdachte een eerlijke kans krijgt om zijn of haar zaak te verdedigen en eventuele onjuistheden weg te werken. I. In de artikelen 366, junct tot 369, wetboek van strafvordering, het recht op hoger beroep van de verdachte ontbreekt bij niet-verschijning van de verdachte in de verzetprocedure in tegenstelling tot de verdachte die wel verschijnt in de persoon ter terechtzitting, hetgeen het discriminatoir karakter van die bepalingen aangeeft. Dan gaan we naar de toetsing van de artikelen 261 junct tot 263 leden 1 en 3, 364, 366, 369 wetboek van strafvordering aan artikel 14 lid 1, 3, D en lid 5 IVBPR, artikel 8 lid 2 sub D en H AVRM en de artikelen 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet met betrekking tot de schending van het recht op een eerlijk strafproces. Dat zijn weer de andere artikelen. Die hebben te maken met een schending op het eerlijk strafproces. 1. De artikelen 14 leden 1, 3 sub D en 5 van het IVBPR, artikel 8 lid 2 sub D en H van het AVRM en 10, 11 en 12 grondwet hebben allen betrekking op het recht op een eerlijk strafproces en in bijzonder betreffende het recht op gelijkheid voor de hoven en rechtbanken, het recht van de verdachte in zijn tegenwoordigheid te worden berecht en te worden bijgestaan door een raadsman, alsmede het recht om tegen het vonnis in beroep te gaan bij een hoger rechtscollege. En 2, de regeling van de verstekprocedure in het wetboek van strafvordering, welke eveneens in het kader van het gelijkheidsbeginsel aan de orde is, zal dan ook gelet op vernoemde bepalingen van het IVBPR, het AVRM en de grondwet, de rechten van de verdachte in overeenkomsten gewaarborgd moeten worden. De betreffende bepalingen van het wetboek van strafvordering dienen in overeenstemming te zijn met het IVBPR, AVRM en de grondwet. Genoemde bepalingen luiden als volgt. Artikel 8, lid 2, sub D van het AVRM. Een ieder van een strafbaar feit beschuldigd wordt voor onschuldig gehouden zolang zijn schuld niet volgens de wet is bewezen. Tijdens de procedure heeft een ieder in volle gelijkheid recht op de volgende minimale garanties. D. Het recht van de verdachte zichzelf te verdedigen of te worden bijgestaan door een raadsman van eigen keuze en zich vrijelijk en vertrouwelijk te verstaan met zijn raadsman. En H.
het recht om tegen de uitspraak in hoger beroep te kunnen gaan bij een hoger gerecht. Artikel 14 lid 1 en 3 sub d IVBPR 1. Allen zijn gelijk voor de rechter en de rechterlijke instanties. Lid 3. Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft een ieder in volle gelijkheid recht op de volgende minimumgaranties. En die worden dan allemaal genoemd in het desbetreffende verdrag. D. In zijn tegenwoordigheid te worden berecht, zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze. En lid 5. Een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, heeft het recht de schuldenverklaring en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet. Artikelen 10, 11, 12, lid 1 van de Grondwet. Artikel 10. Een ieder heeft bij de aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Artikel 11. Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem aanwijst. Artikel 12 lid 1. Een ieder kan zich in rechten toe bijstaan. Het recht op een eerlijk proces. The right to a fair trial. 1. De in het kader van deze toetsing betrokken bepalingen van de grondwet, het IVBPR en het AVRM benadrukken allen het recht op een eerlijk proces, waarvan het systeem van het strafproces in het wetboek van strafvordering al zodanig ook van uitgaat, althans vanuit dient te gaan. Aan de onderhavige bepalingen van de grondwet zal dan ook die betekenis worden toegekend die eveneens ten grondslag ligt aan de gelijke bepalingen van het AVRM en IVBPR, nu zij dezelfde belangen waarborgen. Het Constitutioneel Hof geeft aan de onderhavige bepalingen van de grondwet dan ook geen andere betekenis dan hetgeen valt onder de bescherming van gelijke bepalingen van het IVBPR en het AVRM. 2. In bijzonderheid heeft het onderhavige geval betrekking op het recht van de verdachte bij het strafproces aanwezig te zijn en het recht te worden bijgestaan door een raadsman. Ook bij zijn afwezigheid, conform de genoemde bepalingen van de grondwet, het AVRM en het IVBPR. Het voorgaande aanwezigheidsrecht benadrukt aldus het recht van de verdachte dat de berechting van zijn strafzaak in zijn tegenwoordigheid dient te geschieden en om in zijn eigen verdediging te voorzien, persoonlijk of bij afwezigheid bijgestaan door een advocaat. De strikte wettelijke regeling van de betekening van de dagvaarding van de verdachte in het wetboek van strafvordering en de naleving daarvan, alsmede dat indien de omstandigheden bij de verdachte daartoe leiden, de zitting door de rechter kan worden aangehouden, hebben in bijzonderheid dan ook met dit aanwezigheidsrecht te maken. In dit kader wordt eveneens verwezen naar een door het EHRM ingenomen standpunt ten aanzien van aan de artikelen 14 lid 3 sub d IVBPR en artikel 8 lid 2 sub d van het AVRM gelijke bepaling van artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin het aanwezigheidsrecht van de verdachte in die bepalingen moet worden ingelezen. Eveneens stelt het EHRM dat de verdachte zich in zijn afwezigheid mag laten verdedigen door een raadsman, waarbij de rechter deze moet toelaten zonder al te formalistische eisen. The fact that the defendant, in spite of having been properly summoned, does not appear, cannot, even in the absence of the accused, justify depriving him of his rights under Article 6, paragraph 3 of the Convention to be defended by a counsel. Everyone charged with a criminal offense has the right to be defended by counsel. For this right to be practical and effective and not merely theoretical, its exercise should not be dependent on the fulfillment of unduly formalistic conditions. It is for the court to ensure that the trial is fair and accordingly that counsel attends trial for the apparent purpose of defending the accused in his absence, is given the opportunity to do so. 4. Het Constitutioneel Hof verwijst dan ook naar General Comment nummer 32 ten aanzien van artikel 14 lid 3 onder D van het IVBPR,
waarin door het VN-Mensenrechtencomité benadrukt wordt dat de verdachten het recht hebben bij hun proces aanwezig te zijn om in zijn eigen verdediging te voorzien of deze door een raadsman te doen. Een procedure in afwezigheid van de verdachte kan in sommige omstandigheden wel worden toegestaan in het belang van een goede rechtsbedeling wanneer verdachten, hoewel zij voldoende van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de procedure, weigeren hun recht om aanwezig te zijn uit te oefenen. Dergelijke processen zijn dan ook alleen verenigbaar met artikel 14 lid 3 sub d van het IVBPR, indien de nodige maatregelen worden genomen om verdachten tijdig te dagvaarden en hen vooraf te informeren over de datum en plaats van het proces en om hun aanwezigheid te verzoeken. Het Constitutioneel Hof verwijst eveneens naar paragraaf 37 van General Command nummer 32 van het VN Mensenrechtencomité ten aanzien van artikel 14 van het IVBPR, waarin gesteld wordt dat alle verdachten van een strafrechtelijke vervolging het recht hebben om zich in persoon of door een raadsman naar eigen keuze te verdedigen. En dat hieruit volgt dat de verdachte de vrijheid heeft daaraan zelf vorm aan te geven door in persoon ter terechtstelling te verschijnen met of zonder raadsman of zich bij zijn aanwezigheid door een raadsman te laten vertegenwoordigen. Bij zijn afwezigheid hoor, moet het zijn. Het Constitutioneel Hof onderschrijft hetgeen door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in zijn advisory opinion is gesteld ten aanzien van artikel 27 lid 2, 25 en 8 van het AVRM, waarbij het belang van artikel 8 AVRM, waaronder lid 2 sub d, wordt benadrukt in verband met een behoorlijke rechtsgang en dat zelf in tijd van emergency, noodtoestand, dat aan artikel 8 voortvloeiende rechten niet kunnen worden opgeschort, artikel 4 van het AVRM. Het Constitutioneel Hof overweegt met betrekking tot het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces dat a. In de verstekprocedure in het wetboek van strafrecht, met uitzondering van strafvordering, in het wetboek van strafvordering met uitzondering van artikel 261, en dan hebben we weer dat kopje. Tegen de verdachte die in gebreke is op de aan hem gedane dagvaarding op de terechtzitting te verschijnen of zich overeenkomstig het volgende artikel te laten vertegenwoordigen, wordt verstek verleend. Dus tussen aanhalings- en sluittekens. Gelet op het karakter van de daarin gegeven procedure, een zodanige positie aan de niet ter terechtzitting aanwezige verdachte is gegeven, waarbij in die procedure geen voorzieningen zijn aangetroffen met betrekking tot de vertegenwoordiging in de verdediging van de niet ter terechtzitting aanwezige verdachte door een raadsman, evenmin in de gevolgen daarvan. Het gevolg van de verstekprocedure voor de verdachte steeds een verstekvonnis is, waartegen door de verdachte slechts verzet kan worden aangetekend. De bij verstek veroordeelde slechts hoger beroep kan instellen indien hij bij de verzetsprocedure in persoon aanwezig is. Indien hij niet ten dienende dagen in rechten verschijnt, vervalt het verzet en wordt het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer gelegd of verder uitgevoerd. B. Het recht op een eerlijk strafproces, zoals onder meer is gewaarborgd in de artikelen 14 leden 1, 3 sub d en 5 van het IVBPR, artikel 8 lid 2 sub d en h van het AVRM, alsmede in de artikelen 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet, moet eveneens in de regeling van de verstekprocedure in het wetboek van strafvordering zodanig gewaarborgd worden dat niet gezegd mag worden dat de betreffende bepalingen van het wetboek van strafvordering met die bepalingen van het IVBPR, AVRM en de grondwet onverenigbaar zijn. C. Het systeem van het strafproces bij verstek kenmerkt zich niet als een op tegenspraak gebaseerd strafproces en dat ook in dit geval de positie van de verdachte die niet ter terechtzitting aanwezig is afhankelijk is van de aan de verstekprocedure in vermeld wetboek van strafvordering ter zake te geven uitleg en invulling. D.
Tans, mede in oogenschouw nemende de ontwikkelingen in de rechtspraak in Suriname, die aan het voorgaande een zodanige invulling heeft gegeven, dat anders dan voorheen de raadsman in de verdediging van de niet ter terechtstelling aanwezige verdachte ook door de rechter in hoogste rechtsinstantie wordt toegelaten. Aan de verschenen raadsman van de verdachte in het strafproces in hoogste rechtsinstantie onbeperkt de mogelijkheid wordt geboden het woord ter verdediging van de niet ter terechtstelling aanwezige verdachte te voeren, doch het blijft een verstekvonnis. In het verstekvonnis wordt eveneens op de door de raadsman gevoerde verweren ingegaan. F. Aan artikel 10 grondwet, artikel 14 lid 3 sub d IVPR en artikel 8 lid 2 sub d AVRM ligt het beginsel van fair trial ten grondslag. In het bijzonder het aan de verdachte toekomende recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht en het recht zichzelf te verdedigen en het recht op rechtsbijstand middels een raadsman. Dat artikel 14 IVBR, IVBPR, als ook artikel 8 van het AVRM geen onderscheid maken tussen het recht op een raadsman van een wel ter terechtstelling verschenen verdachte en een niet ter terechtstelling verschenen verdachte om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar keuze. In artikel 14 lid 5 van het IVBPR is opgenomen dat een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft de schuldenverklaring en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet. De strekking van artikel 364 wetboek van strafvordering handelt over verstektermijnen, waarbij de termijnen om verzet aan te tekenen pas lopen nadat het gewezen verstekvonnis aan degene die in verzet is gegaan in persoon is betekend en in andere gevallen nadat een omstandigheid zich heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat het vonnis hem bekend is. In tegenstelling tot de uitleg van artikel 261, het stukje van tegen de verdachte die in gebreke is op de aan hem gedane dagvaarding op de terechtstelling te verschijnen of zich overeenkomstig het volgende artikel te laten vertegenwoordigen wordt verstek verleend. In tegenstelling tot dat stukje van artikel 261 is volgens het constitutioneel hof het gewaarborgde recht van de verdachte op toegang tot de rechter niet gegarandeerd in artikel 263 wetboek van strafvordering, omdat bij het niet verschijnen ter terechtzitting in persoon, zoals aangegeven in lid 1 en 3 van het artikel, de rechter kan bevelen dat de verdachte op de terechtzitting aanwezig dient te zijn. Indien de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt, verleent het hof verstek. Indien dat nog niet heeft plaatsgehad, wordt het onderzoek gewoon normaal voortgezet. En het hof wordt natuurlijk bedoeld, het Hof van Justitie. Dan komen we bij J, bij onze laatste overweging. Gelet op de constitutionele taakstelling van het constitutioneel hof en de daaraan verbonden begrenzingen. Het niet zijn bevoegdheid is om in het onderhavige in een grondslag te voorzien, maar dat het aan de wetgever is om in verband met het recht van de verdachte op een eerlijk proces en in het bijzonder om zich bij afwezigheid ter terechtzitting te laten vertegenwoordigen door een raadsman voorzien van een volmacht en nadere wettelijke voorzieningen te treffen ter zake de positionering van de verdachte in een verstekprocedure in het wetboek van strafvordering. Ten aanzien van het recht op hoger beroep overweegt het constitutioneel hof voorts. Onder A. Uit het wetboek van strafvordering en uit het systeem van het strafproces volgt dat alleen wanneer de verdachte bij een verzetsprocedure ter terechtzitting in persoon aanwezig is tegen een daarin gewezen vonnis, beroep kan worden aangetekend bij een hoger rechtscollege, zogeheten hoger beroep. Terwijl een bij verstek gewezen vonnis de veroordeelde slechts verzet kan aantekenen. Dat is dus conform artikel 364 wetboek van strafvordering. En het Openbaar Ministerie hoger beroep kan instellen bij een hoger rechtscollege conform artikel 369 wetboek van strafvordering.
Indien de verdachte conform artikel 366 lid 1 niet ten dienende dagen in rechten verschijnt, wordt het verzet vervallen verklaard en het bij verstek gewezen vonnis ten uitvoer gelegd of verder uitgevoerd. B. Het restmiddel van verzet niet als overbodig beschouwd mag worden, nu dit middel aan de bij verstek veroordeelde een extra mogelijkheid biedt de verstekveroordeling teniet te doen. Bij dit restmiddel laat de wettelijke voorziening in het wetboek van strafvordering ter zake om positie van de verdachte, de veroordeelde zien, waarin zijn persoonlijke verschijning wordt vereist op straf van vervallen van dit restmiddel bij de niet in rechte verschijning, artikel 366. Het voorgaande is naar inziens van het constitutioneel hof in zekere zin sprake van een verschijningsplicht van een verdachte op straffen van verlies van een feitelijke instantie. Nu het gevolg daarvan is het verlies van de mogelijkheid van hoger beroep. Volgens het constitutioneel hof vloeit uit het fundamenteel karakter van het constitutioneel recht op toegang tot de rechter voort dat voor een bij verstek veroordeelde verdachte altijd hoger beroep open moet staan. C. De artikelen 366 junto 369 als onbevredigend kunnen worden aangemerkt, zulks met name gelegen in situaties waarin het voor de verdachte bijzonder bezwarend is ter zitting te verschijnen, maar eveneens waarin de verdachte om hem moverende redenen ervan afziet om ter terechtzitting te verschijnen. D. Deze persoonlijke verschijningsplicht is dan ook niet verenigbaar met genoemde bepalingen van de grondwet, het IVBPR en het AVRM, fair trial, indien aan de bepaling van artikel 366 wetboek van strafvordering niet die betekenis wordt gegeven waarbij aan de verdachte die ruimte wordt geboden zich ook door een raadsman te laten vertegenwoordigen in zijn verdediging. E. Het constitutioneel hof is van mening dat de bepaling van artikel 366 wetboek van strafvordering in relatie tot artikel 369 wetboek van strafvordering onverenigbaar is met het in artikel 14 lid 5 van het IVBPR en artikel 8 lid 2 onder D onder H van het AVRM gewaarborgde recht van verdachten op beroep op een hoger rechtscollege. Aangezien bij niet-verschijning van de verdachte bij de verzetsprocedure dat recht niet is gegarandeerd. Bij niet-persoonlijke verschijning van de verdachte bij een ingestelde verzetsprocedure vervalt het verzet en is een mogelijkheid op hoger beroep voor verdachte eveneens uitgesloten. Anderzijds heeft het Openbaar Ministerie steeds de mogelijkheid, ook na een vervallen verklaring van een ingesteld verzet, het verstekvonnis in hoger beroep te komen. Niet is gebleken dat ten aanzien van deze bepalingen van het IVBPR en het AVRM door Suriname voorbehoudend zijn gemaakt. F. Het constitutioneel hof in ogenschouw neemt de ontwikkelingen in de Surinaamse rechtspraak, de uitleg en invulling welke aan die bepalingen van het wetboek van strafvordering, artikel 369 strafvordering, worden gegeven, welke in lijn zijn met de betreffende bepalingen van het IVBPR en het AVRM, met name dat de bij verstek veroordeelde ook na een afgewezen verzet vanwege niet-persoonlijke verschijning in hoger beroep bij de rechter in hoogste rechtsinstantie wel rechtsingang is toegestaan. Het doel van hoger beroep is hier om te zorgen voor een eerlijk en volledige beoordeling van de zaak. G. Het recht op toegang tot de rechter en het recht op een eerlijk proces hangen nauw met elkaar samen. Niet alleen in de tekst van de artikelen 10, 11, 12, lid 1 van de grondwet, maar ook volgens de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens op grond van artikel 6. Een louter eerlijk proces zonder toegang tot een onafhankelijk en onpartijdige rechter voldoet niet aan de eisen van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens het constitutioneel hof omvat het recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter, zoals gesteld in de artikelen 10, 11, 12, lid 1 van de grondwet, mede het recht op hoger beroep. H. Gelet op het hiervoor gestelde, het aan de wetgever is gelegen
De bestaande wettelijke regelingen met betrekking tot de positionering van de verdachte in een verstekprocedure in hoger beroep in het wetboek van strafvordering verdragsconform nader te formuleren. En dan komen we bij de beslissing van het Constitutioneel Hof. Gelet op bovenvermelde toetsing van de artikelen 261 junct tot 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 van het wetboek van strafvordering, betreffende de verstek- en verzetsprocedure in het strafproces, is het Constitutioneel Hof van oordeel onder 1 dat vermelde artikelen 261 en dan dat stukje tegen tot en met verleend, juncto artikel 364, wetboek van strafvordering, dat zijn de termijnen, niet in strijd zijn met artikel 8 grondwet, artikel 26 IVBPR en artikel 1 juncto 24 van het AVRM betreffende het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Artikel 261, alleen dat stukje wat ik heb opgelezen. Dat vermelde artikelen onder 2, 261, wederom dat stukje tegen de verdachte en dan weer verleend, juncto artikel 364 wetboek van strafvordering, niet in strijd zijn met de aan artikelen 14 lid 1, lid 3 sub D en lid 5 van het IVBPR, artikel 8 lid 1 en lid 2 sub D en H van het AVRM en de artikelen 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet met betrekking tot de schending van het recht op een eerlijk strafrechtelijk proces. Onder 3, dat vermelde artikelen 261 en dan hebben we dat ander stukje waar het artikel dan doorgaat, dat zal ik even lezen. Tenzij het Hof bij de aanvang van het onderzoek het bevel geeft, bedoeld in artikel 263 eerste lid, en dat is dus het lid dat gaat over indien de verdachte niet op de terechtzitting aanwezig is, dat het Hof dan kan bepalen dat het onderzoek dan op een ander tijdstip verder plaatsvindt. Waar ben ik weer gebleven? Het zegt te laat, of zij overeen het volgende had hij laten ja, tenzij het Hof bij de aanvang van het bij de aanvang van het onderzoek het bevel geeft, bedoelt artikel 263 lid 1, dat is dus om zich te laten vertegenwoordigen. Het onderzoek wordt daarna voortgezet onverminderde bepaling van artikel 259. Dat stukje samen met artikel juncto artikel 263 leden 1 en 3, dat is dus wetboek van strafvordering, juncto artikel 366, juncto artikel 369, wetboek van strafvordering, dat deze wel in strijd zijn met artikel 14, leden 1, 3, sub D en 5 van het IVBPR en artikel 8, lid 1, lid 2, sub D en sub H van het AVRM en de artikelen 8, 10, 11 en 12 lid 1 van de grondwet, artikel 26 IVBPR en artikel 1 juncto 24 van het AVRM. En van deze beslissing gaan wij dus afschrift zenden aan de verzoekers. De minister die belast is met de justitiële aangelegenheden, de minister die belast is met de zorg voor de publicatie van staatsbladen in het Staatsblad van de Republiek Suriname, alle collega's, colleges belast met rechtspraak, als mede aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. En dan gaan we dus nu over tot het tekenen van het desbetreffende besluit. Dat is hier, hè? Laat ik de secretaris tekenen. Dat is het besluit van het Constitutioneel Hof. Betrekking tot de toetsing van de artikelen in het wetboek van strafvordering aan de grondwet en verdragen. Ik mag u allen bedanken voor uw aanwezigheid. En ik sluit hier bij deze openbare zitting. Ja.